Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En dit is weekvlog nummer 6 inmiddels al van Grace and the Kittens. En jullie kunnen ze hier achter mij zien zitten. Ze zitten lekker met z'n viertjes op de krabpaal in een huisje. Althans, eentje is er nu inmiddels alweer van afgesprongen. Maar goed, ik heb de hele week weer gefilmd en dat ga ik jullie nu allemaal laten zien. Het is maandag 24 juni. De kleintjes die zijn wederom weer lekker actief. De kattenbak die wordt momenteel goed gebruikt door de kleintjes ook. Dat doen ze eigenlijk al sinds dat hij daar staat vanuit zichzelf, dat ze er zelf opklimmen. Dus dat is al heel netjes van ze. Maar het zijn snelle leerlingen. Ze zijn lekker actief met elkaar, lekker aan het stoeien. Dus ja, het gaat gewoon fantastisch. Het groeit als kool. En ze zijn allemaal inmiddels ook natvoeren aan het eten. Dus dat is ook wel erg lekker. Ik krijg deze ook weer even wat, uiteindelijk wat meer rust met de borstvoeding die ze heeft natuurlijk. Dus ja, dat is... Het gaat fantastisch. Lekker aan het stoeien met elkaar. En dan lekker in het kleed blijven hangen ook. Ja, ze zijn de wereld lekker aan het ontdekken.
is dinsdag 25 juni. Zoals je kan zien zijn er inmiddels drie lekker aan het eten voor het natvoer. Duncan, Coco en Max. Minnie wil er eigenlijk nog niet echt heel veel van weten. Alhoewel ze nu toch wel aankomt lopen ook. Hi. Eerst maar even op een afstandje kijken. Nee, deze drie, of tenminste Coco en Duncan, die eten eigenlijk al een paar dagjes heel goed. En het is nu eigenlijk voor het eerst dat Max er dus uit zichzelf bijgekomen is om mee te eten. Dus dat gaat gewoon goed. Alleen Minnie moet nu dus nog. Grace is momenteel ook weer eventjes lekker aan het eten en van het weer buiten aan het genieten. Als we de kleintjes zo nat voorgeven, dan doen we het altijd eventjes in de bijkeuken, zodat ze het niet kan mee gaan eten van het eten. Grace heeft natuurlijk haar eigen eten, die hoeft dat kittenspul niet op te eten. Dus dan doen we het er altijd eventjes in de bijkeuken, zodat de kleintjes ook rustig aan kunnen eten. Zonder dat ze weggejaagd worden door Grace. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze moeten wel een beetje knap kunnen eten. Dus ja, het eten gebeuren gaat hartstikke goed. Straks als ze klaar zijn met eten, zet ik ze gelijk op de kattenbak. Alhoewel ze de kattenbak nu ook zelfstandig weten te vinden en ook zelfstandig erop gaan. En er ook regelmatig een plas erop doen. Dus dat gaat ook gewoon hartstikke goed met die ukkies. Dat hebben ze ook al snel geleerd. Maar even goed uit voorzorgen zet ik ze er straks eventjes op. Kunnen ze het gewoon weer eventjes proberen. Dus ja. Zoals ik kon zien, het eet gebeuren. Dat gaat gewoon ook voorspoedig en goed. Woensdag 26 juni en zoals jullie kunnen zien zijn de kleintjes nu allemaal lekker aan het natvoer. Ze eten het inmiddels allemaal, alhoewel Minnie die is nu nog erg aan het twijfelen van zal ik wel, zal ik niet. Maar eigenlijk eten ze nu allemaal gewoon prima natvoer. Ze vechten er ook niet om, dus we kunnen het nog af met één schoteltje. Mochten ze nou eventueel wel gaan vechten of wat dan ook, dan maken we er gewoon twee schoteltjes van. Dus dat ze dan in groepjes van twee kunnen gaan eten. Maar het eten van het natvoer, dat gaat ze dus goed af. En we merken het eigenlijk ook al, want als we ze nu oppakken, dan voel je ook wel echt dat ze ook behoorlijk aan het groeien zijn. Zelfs Coco,
die tot nu toe nog steeds de lichtste is, die voel je nu eigenlijk ook echt wel qua gewicht toenemen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd aan het eind van de week wat die gegroeid is. En wat ook wel erg leuk is, is dat als ze klaar zijn met eten, dat ze dan ook echt van die lekkere bolle buikjes hebben van het eten. Dus dat is ook wel grappig om te zien. Nou, de kattenbak, dat gaat ook gewoon hartstikke goed met ze. Zetten ze eigenlijk na het eten er nog wel op. Maar ze gaan ook heel veel gewoon zelfstandig op de kattenbak al zitten. En de plassen en poepen ze zo beide. Dus dat gaat gewoon goed. Het enige wat we dan nog doen is als ze eraf komen dat we ze eventjes controleren aan de pootjes. Want ze banjeren er lekker doorheen. En vooral Coco heeft daar een handje van. Dus die hebben we al regelmatig eventjes schoongemaakt. Omdat dan ook echt katgrit door de ontlasting aan het achterpootje blijft plakken. Dus dan maken we dat eventjes schoon. Dus wat dat betreft gaan ze gewoon echt heel goed en heel hard. We hebben ze eigenlijk maar één keer op de kattenbak gezet. En eigenlijk vanaf toen zijn ze er elke keer zelfstandig op gegaan. Dus dat gaat gewoon echt de goede kant op met die kleintjes. Dus ja, het gaat lekker met het spul. Donderdag 27 juni en Minnie ligt hier lekker te spelen in het kleedje waar ze normaal gesproken met z'n allen altijd lekker op liggen. Nou, het gaat ze rennen allemaal weg nu. Het gaat allemaal fantastisch met ze. Zoals je kan zien, voor zover ik ze in beeld krijg nog, rennen ze als gekken door het huis heen. Het is ook steeds lastiger om ze op beeld te krijgen. Zoals nu dus bijvoorbeeld, zijn ze gewoon compleet verdwenen. Okay, daar heb je er twee. Dus ze zijn lekker door huis aan het rennen. Ze doen het hartstikke goed. Super nieuwsgierig. Ook lekker aan het stoeien met elkaar. Eten, dat gaat ook fantastisch. Dat doen ze allemaal hartstikke goed. Lekker met z'n allen op een schoteltje en dan eten ze lekker van het natvoer. Het enige wat we dus wel doen is dat we Grace dan ook eten geven en Grace dan opsluiten in de bijkeuken. Zodat de kleintjes gewoon rustig kunnen gaan eten zonder dat Grace ertussen komt en het eten van ze afpakt. En sorry voor de wat vreemde beelden nu, maar dat komt omdat de kleintjes nu echt mega actief zijn en alle kanten oprennen. Dus het is gewoon heel lastig om ze een beetje knap op beeld te krijgen. Het rent echt door de hele huiskamer heen, zoals je kan merken. Als we dan echt zo'n enorme actieve bui hebben, dan zijn ze lastig te volgen. Maar het gaat dus gewoon hartstikke goed met die ukkies. Lekker actief, eten goed. Eten ook nog regelmatig eventjes bij Grace. Oh, daar is Duncan. Kiekeboe. Dus ja, het zijn gewoon lekkere apies. Lekker de boel aan het ontdekken. Lekkere boenders zijn het. Dus ja, het gaat gewoon heel goed.
is vrijdag 28 juni. De kleintjes die zijn nu lekker even aan het drinken bij Grace. Dat doen ze ook nog steeds. Gisteren hebben ze voor het eerst ook harde brokjes gegeven. Nou, dat vonden ze ook erg lekker om te eten. Grace die vraagt momenteel dus aandacht aan mij. Dus die loopt gewoon lekker bij de kleintjes weg. Maar de kattenbrokjes die aten ze ook gewoon prima op. Dat hadden ze totaal geen moeite mee. Dus dat eten ze er nu ook. Dus zowel kattenbrokjes als natvoer vinden ze allemaal erg lekker. Wat ze gisteren ook ontdekt hebben is de grote krabpaal die we in huis hebben staan. En het eerste keertje dat ze erop zaten, want we hebben ze er zelf dan opgezet, vonden ze het allemaal een beetje vreemd. Maar eigenlijk gisteren in de loop van de dag klommen ze er ook zelf regelmatig in. En vinden ze het gewoon echt helemaal leuk om daar lekker in te ravotten. Dus dat is ook nu een nieuwe speelplek voor ze geworden. Nou, dat is natuurlijk alleen maar leuk, want daar staat hij ook voor. Dus daar hebben ze lekker meerdere malen in lopen ravotten. Dus dat, de ontdekking van die kleintjes die gaat gewoon nog steeds lekker door. Kattenbak gaat ook nog steeds goed. Dan klimmen ze inmiddels gewoon zelf meerdere malen op een dag. Klimmen ze erin om een plas te doen. En dan ook om eventjes een drolletje te doen. Dus dat, we zijn nog niks tegengekomen na het eerste ongelukje in huis. Dus het ziet ernaar uit dat het waarschijnlijk eenmalig geweest is. Dus ja, ze pakken het allemaal gewoon lekker op. Het zijn hele nieuwsgierige aagjes. Ze rennen nu niet alleen maar door de huiskamer heen, maar ook door de keuken en de bijkeuken. Max en Duncan, die zijn ook allebei een klein stukje in de achtertuin geweest. Maar dat willen we eigenlijk nog zo min mogelijk toelaten, omdat ze natuurlijk nog niet ingeënt zijn. Dus we willen het niet laten gebeuren dat ze toevallig iets oppikken en ziek worden. Dat zou natuurlijk niet leuk zijn. Dus daar zijn we nog wel heel erg voorzichtig mee. Maar ook dat hebben ze dus al meerdere malen ontdekt. En ook dan komen ze wild tegen in de achtertuin, want die loopt daar dan vaak in de ronde. Maar die vlucht dan ook gelijk weg nadat hij een aantal keren naar de kleintjes geblazen heeft. Dus die wil er echt helemaal niks van weten nog. Maar dat komt misschien nog wel. Dus ja, de ontdekkingsreis van de kleintjes die gaat zo gewoon lekker door. En dat doen ze hartstikke goed. Zaterdag 29 juni. De ukkies hebben de krabpaal lekker ontdekt. Ze klimmen er lekker in. En, ze springen er eigenlijk ook zelf weer vanaf. Ze zijn eigenlijk ook nog niet hoger geweest dan die twee huisjes. Maar dat zal wel niet heel erg lang meer gaan duren, denk ik, dat ze ook wat hoger de krabpaal in gaan klimmen. Maar ze vinden het helemaal leuk. De eerste keer hebben ze er dan zelf ingezet. Maar nu klimmen ze er zelf gewoon al lekker in. Ze zijn lekker aan het stoeien ook met elkaar elke keer op de krabpaal. Ze klimmen gewoon lekker overal bovenop ook. Het is hartstikke leuk dat ze dat dus nu ook ontdekt hebben. En daar dus ook gewoon lekker in gaan ravotten. Daar is het tenslotte natuurlijk ook voor bedoeld. En gisteravond laat hebben ze met z'n vieren in dit huisje geslapen, waar ik dus nu op richt.
En het was ook wel grappig. Helaas kreeg ik het alleen niet op beeld. Want Grace die lag er dus ook in. Ze lagen dus met z'n vijfjes in het huisje. En het is dan ook wel lekker dat het huisje rekbaar is. Het zijn gewoon twee plankjes boven elkaar met een rekbare hoes eromheen. Maar het zag er wel heel erg leuk uit. Maar net op het moment dat ik dus wou gaan filmen of foto's maken, stapte Kreest eruit vandaan. Oh, en daar hangt Coco. Dus het was wel eigenlijk wel jammer dat ik dat niet op beeld gekregen heb. Dat ze daar dus met z'n allen in lagen. Maar ja, het gaat gewoon lekker zo met ze. Lekker aan het vod in de krab houden, ook met elkaar nog. Het eten gaat uitstekend. Zowel van het natvoer als van de harde brokjes. Dat eten is gewoon allemaal lekker op. Ook kattenbak, dat gaat prima. Daar gaan ze zelfstandig op. Dus ja, ze doen het gewoon echt fantastisch. Ze zijn gewoon razendsnel. Ook met de kattenbak. Ze er al zelfstandig op gaan. Nou, het eten, dat gaat fantastisch. En dat was ook iets wat mij gisteren opviel. Is dat de oogjes ook al wat beginnen te verkleuren bij ze. Het is natuurlijk standaard altijd dat jonge katjes altijd blauwe ogen hebben. En dan gaan de oogjes verkleuren naar de daadwerkelijke kleur die ze dan gaan krijgen. En dat is dus ook een beetje bezig bij de ukkies. Dat de kleurtjes langzaamaan gaan veranderen. Dus ja, daaraan merk je gewoon dat het echt steeds meer katjes worden. En meer wat kitten af wordt. Dat, ja, ze leren gewoon snel. Het is ook gewoon echt heel leuk om te zien dat ze allemaal een eigen karaktertje hebben. Dus ja, het wordt nog steeds leuker met die ukkies. Zondag 30 juni. De hele kattenbende is wakker. Daar zijn ze lekker aan het stoeien. Vandaag zijn de kittens op de kop af 6 weken oud. Het gaat echt ontzettend snel. Zo heeft Grace net op de wereld gezet. En zo ben je al 6 weken verder. En dan zit je met 4 schattige, drukke katjes in huis. Echt, het blijft gewoon echt onwijs leuk om te zien hoe ze het doen. Het worden gewoon echt
lekkere rakkertjes allemaal. Met allemaal zo'n eigen karaktertje ook. Nou ja, zoals je kan zien zijn ze nu ook gewoon weer lekker actief. Lekker aan het banjeren. Ze hebben echt ondertussen alles ontdekt al in huis. Met voorzorg hebben we gordijnen op de vensterbank gelegd, want daar blijven ze ook nog wel eens in hangen. Hier gaan Max en Coco lekker de krabpaal in. Ze gaan zelfs al een stuk hoger nu. Zoals je kan zien. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik dat zie dat ze dat doen. Ze gingen eigenlijk niet hoger dan dit. Daar gaat Duncan ook. Maar ze klimmen dus nu al gelijk een stukje hoger. Vooral Max die wil dus nog hoger. Het scheelt, ze hebben nog een heel stuk te gaan. Dus ze kunnen nog lekker klimmen en klauteren. Maar die krabpaal vinden ze dus ook gewoon echt helemaal geweldig. Ze liggen er zelfs al met z'n viertjes ook regelmatig gewoon lekker in te slapen. Dus dat is echt hun speeltoren, zeg maar. Dat vinden ze helemaal geweldig. Dus ja, het... zit je vast? En je bent los. Dus het gaat gewoon super. Het is gewoon echt te leuk om te zien allemaal hoe ze lekker bezig zijn. Ze hebben genoeg ongein in de kopje zitten ook. Dus ja, dat... Het blijft gewoon erg leuk om er naar te kijken.
Dat was dan weekvlog nummer 6. Er is weer een hoop gebeurd, zoals jullie hebben kunnen zien. Ik ga nu dit vlog afsluiten en uiteraard het nieuwe vlog opstarten. En dan kunnen jullie volgende week weer genieten van alle beelden die ik de aankomende week allemaal ga filmen voor jullie. Dus ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En dan zou ik zeggen, tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!